als Ronald Noemans, verantwoordelijk voor de PR binnen 112 Wiegen Nieuws. Ronald, je hebt nieuws te vertellen, dacht ik, hè? Ja, het is geweldig, John. Wij van 112wiegennieuws.nl is natuurlijk groot hier in Wiegen. We brengen het nieuws en dan willen we nog meer doen. En daarover hebben wij wat te vertellen, ja. Ja, wij zijn ook heel blij. We gaan een samenwerking aan, samen. Kan je heel kort nog even vertellen wat 112 Wiegen Nieuws precies doet? Ja, 112 Wiegen Nieuws brengt echt zoveel mogelijk nieuws bij de mensen thuis. Dus ja, je moet je voorstellen eigenlijk alles wat bij jou in de straat gebeurt, in jouw wijk en in jouw directe omgeving wat betreft de hulpdiensten. Daar zijn we snel bij en proberen zo snel mogelijk gewoon dat je er lekker van kan genieten op jouw pc. En je hebt heel veel hits, hè? Ja, het is ontzettend veel. Het is echt, we hebben duizenden bezoekers. De ene keer is het natuurlijk meer dan de andere keer. Maar je kan je voorstellen dat echt grote verhalen gewoon 50.000, 60.000 bezoekers oplevert. Dat is echt enorm. En nu ga je samenwerken met wiegensnieuws.nl. Ja, en daar zijn we trots op, moet ik zeggen, hoor. Want we gaan kijken, we hebben natuurlijk dezelfde visie. We brengen nieuws voor alle Wiegenaren en de mensen in de omgeving. En dat is samen een mooie samenwerking, denk ik zo. Ja, wij zijn er ook gelukkig mee, waardoor we eigenlijk aan burgers nog meer kunnen laten zien wat we gezamenlijk doen. Daarnaast ben je ook sponsor van 112 Wiegen Nieuws. Ja, ik sponsor 112 Wiegen Nieuws en is eigenlijk gekomen door Luc Merkens, de eigenaar van 112wiegennieuws.nl. Heb ik leren kennen eigenlijk door mijn webshop, het maken van foto's van EHBO-producten. En zo is eigenlijk de samenwerking ook tot stand gekomen, dat ik meer contact met hem kreeg. Mijn website werd uitgebreid, dus ook meer artikelen die gefotografeerd moesten worden. En daar stond Luc dus eigenlijk voor mij klaar. En andersom is het dus de andere kant op gegaan inmiddels. Leuk, wij hopen op een prettige samenwerking. We hopen niet dat er al te veel gebeurt, dat er geen gewonden zullen gaan vallen in Wiegen wat betreft 112 Wiegen. Maar hopen het op een goede samenwerking. Ja, dat gaat zeker goed komen. En ja, inderdaad, vervelend als er heel veel gewonden zijn. Maar wij staan in ieder geval klaar met een fantastisch team. Veel fotografen tegenwoordig steeds meer. Dus wij zullen er zijn voor al die Wiegenaren en de mensen in de omgeving.